het is koffietijd. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Gaat lekker, zonnetje schijnt. Dus... Dat kan erg, hè? Dat is wel heel lekker, hè? Waar schilder je meestal? In een atelier of ook wel eens in de stal bijvoorbeeld? Ja, ik schilder niet zo graag in de stal. Liever gewoon lekker thuis op een atelier. Daar heb ik de rust, heb ik alle rust om op mijn gemakje alles op doek te schilderen. Eerst maak je foto's van ze? Meestal maak ik eerst wel foto's van ze, ja. Als ik in de stal zou gaan schilderen, dan loop ik toch alleen maar in de weg. Dus dat, En ze staan zeker niet zo lang stil. Ze staan inderdaad ook niet stil. En je kan juist wat je graag wilt pakken op de camera, zeg maar. En uiteindelijk ook op doek, dat kan je niet zo snel in een schilderij krijgen. Ja, uiteindelijk, omdat ik dan al best wel een tijd bezig ben met het schilderen van koeien. Dat is al bijna 13 jaar. Kan je ze op een gegeven moment ook wel uit je hoofd schilderen, maar... Het is toch leuker om er een voorbeeld bij te hebben, zodat hij een beetje, zodat het ook echt de koe wordt die je voor ogen had. Ja, want zijn echt alle koeien echt wel anders in jouw ogen? Zie je overal een verschil in? In een oogopslag of wat? Oogopslag, tekening, karakter. Dankjewel. Er zijn heel veel verschillen en het zit net als bij mensen. Ja, ja. Nee. Ik ga er nog voor staan.